Hoe was het om van zo hoog, van de Prinsenwagen, alles te bekijken? Ja, het was best wel cool en ja, het is gewoon leuk als je daar ervaart. Heb je het al eerder meegedaan aan de kinderoptocht? Volgens mij één keertje. Toen was er iemand anders die ging meedoen, volgens mij, ik weet niet zeker. En gingen we meelopen. Dus ja, dat was wel leuk. Heb je nog hele leuke dingen gezien bij de optocht? Mensen die iedere keer confetti naar ons gooiden dan wij naar hun. Dus dat was ook wel heel leuk. En vind je dat wel leuk om elke keer iets terug te gooien? Ja. Heb je er eigenlijk veel op voor moeten bereiden om prinses te zijn? Ja, deze jurk moest gemaakt worden, onze hoed. Dus ja, wel een beetje. En vond je het allemaal leuk, al die voorbereidingen? Nee, niet altijd. En moest je dan wel eens langer opblijven, dat je nog heel op slaap had? Soms wel. Sommige dagen wel, ja. Doe je morgen ook mee aan de grote optocht? Ja, ik doe morgen ook mee. En dan vooraan. En mag je dan langer opblijven? Ja. Ja. En dan hoef je voorlopig niet naar school toe, hè? Nee. Nee. Doen jullie op school ook nog carnaval vieren? Ja, dat hebben we gisteren gedaan. Dus... En was dat leuk? Ja, dat was wel leuk, ja. Nummer 14, superhelden. Even een kamertje doorschuiven. Ja, kunnen ze allemaal erop. Wie is dat? Oh kijk, nummer 29 krijgt de prijs. En dan wil ik een daverend applaus hier voor deze kanjers. Ik ga even een afstappen. Ze kan dan zo aan de saté. De stokjes zitten al in de haartjes.
alle twee envelop. En voorzichtig naar beneden en een applaus van het publiek. 86, 87, Thomas en Vriendstra. Oh, kijk. Een trein, voorzichtig. Weet je niet, onderspoort. Voorzichtig. Ja, kijk eens. Twee mooie, spannende gezichten. Op. En de beker. Oh jee. Let eens op. De beker krijg je ook nog mee. Eentje de beker en de andere de envelop. Laat hangen ze even hier. Ga hier. Draai maar even om. Kijk eens. Kijk eens, daar is de prinses en die heeft de envelop voor jullie. En dan krijg je een prijsje zit erin, centjes en dan kun je dus misschien de carnaval mee gaan vieren of misschien iets anders mee doen. Ja, nogmaals applaus voor Xie! Kleine groepen wagens, nummer 23, hertjes en jagers. Kom eens aan! In ontvangst nemen. We hebben twee prijzen, één envelop en één beker. Wie doet dat? Een dame de beker. Ja? Jij de beker, proficiat. De rest mag op de trap blijven staan. Ik zie het al, er is Winnie 2 en Winnie 3 is erbij. En dan komt het allemaal goed. En ja, onze prinses Veertje, ja, die zien we nou bijna niet. Maar die heeft een envelop voor jullie. En ik ben benieuwd wie hem in ontvangst gaat nemen. Oh. En dan mag je voorzichtig naar beneden lopen. Via de trap. De tweede prijs, grote groepen, maak het. Up Scouting, of nummer 15, Up Scouting. Hey! Die mogen ook hier naar deze kant komen. En ik ben al geen 18 meer, dus dan krijg je dat ook al, ja. De eerste prijs, grote groepen wagens. 21 soep. Blik op de weg. Kijk uit naar je boven op het podium zitten. Voor jullie. En een mooie beker. Dan ben ik benieuwd wie de envelop in ontvangst gaat nemen. Wie? Laat de beker even zien aan iedereen. We blijven veranderen, we blijven bezig, want de rommelgat dat is aan het veranderen. En dan gaan we nu verder met het bedanken van de juryleden. En dan krijgen ze een bedankje, oftewel een onderscheiding van onze prinses. Wie had er nog niks mee daar naartoe? Hier in Odeon is verder helemaal niets te doen. Dus als je dadelijk nog lekker met je papa of mama, opa en oma of wat dan ook.